Meneer Wilders, u heeft de persconferentie gevolgd zojuist van het kabinet. Is dit een stap de goede kant op wat u betreft? Nou, het is in ieder geval te weinig en het is vooral te laat. Het kabinet heeft wekenlang de problematiek echt gebagatelliseerd, ontkend. De minister van Medische Zaken heeft eind februari nog een brief aan de Kamer gestuurd waarin hij zei dat hij niet dacht dat het virus voet aan de grond zou krijgen in Nederland. Dus ja, we hadden veel minder in de problemen gezeten als men veel eerder actief had opgetreden. En dat is te weinig, omdat er weliswaar een paar stappen de goede richting op zijn. Ik vind het goed dat men nu eigenlijk voor heel Nederland zegt wat in Brabant al geldt, namelijk als je kan, werk thuis en beperk je sociale contacten. Ik vind het ook goed dat meer massabijeenkomsten, mensen met meer dan 100 man, dat die nu worden verboden. Maar ik vind het heel erg slecht dat bijvoorbeeld de scholen niet dichtgaan. Er zijn 10, 12, 13 Europese landen die dat wel doen, waar de kinderen echt niet minder besmettelijk zijn. Ik vind het ongelooflijk dat de scholen niet dichtgaan. Die zouden natuurlijk meteen dicht moeten gaan. En ik vind het ook onbegrijpelijk dat er geen inreisverbod komt voor mensen uit risicolanden. Andere landen doen dat ook. Dus het is een klein stapje in de goede richting, maar het is te laat. En belangrijke punten ontbreken, zoals het sluiten van de scholen en het stoppen van het in ons land laten van mensen die uit risicolanden komen.